zijn vandaag op Woonbeurs Rotterdam en we zijn een jaar verder inmiddels. En Little C, het project, is ook een jaar verder. Dus we gaan even een kijkje nemen op de stand. Ik heb gehoord dat het is ingericht als loft. En dat je echt al een beetje dat rauwe gevoel krijgt van wonen in een loft in hartje Rotterdam. Kom. Vorig jaar hebben we de maquette laten zien en hebben we laten zien hoe de gebouwen eruit komen te zien. En nu zoomen we verder in en laten we plattegronden zien en communiceren we vanaf prijzen waarvoor de mensen hun woning kunnen kopen. We kijken nu al eigenlijk een jaar naar uit en wachten tot de verkoop start. De horizontal en dan waarschijnlijk in dit gebouw, zeg maar. Een beetje hier aan het water en dan heb je hier de terras. Het is een heel uniek project met meerdere appartementen en een hele karakteristieke stijl. Dit denk ik gewoon iets heel nieuws is voor Rotterdam. En heb je al een beetje beeld bij hoe het eruit gaat zien dan voor jullie? Ja, ik denk een mooie loftwoning met veel licht, veel grote ramen. Toch wel omringd door veel groen ook buiten. Veel staal, ja, echt een beetje in New York in het klein inderdaad, in Rotterdam. Wat spreekt u zo aan? A little bit New York. Ja, en dat past ook goed bij Rotterdam. En ja, ik denk dat is de toekomst om zo te wonen. Ik hoor Little New York in u ook, klopt dat? Nee. A little Duitsland. A little Duitsland? Oké. Maar we gaan jullie zeker terugzien in Little C dadelijk. Zeker weten. Wij zijn mensen een impressie aan het geven van hun toekomstige woning. Een 3D 360 graden impressie. Dat noemen ze ook wel virtual reality, alsof je er echt bent. En wat heb jij gezien net? Ik heb net het grootste appartement gezien van Little C. En dat is een mooi groot penthouse en een mooi uitzicht over Koolhaven en het water. Ja. En ja, dat is best wel indrukwekkend. Wat zien wij hier op het beeldscherm? We hebben hier een animatie gemaakt waarin je zowel vanuit het perspectief van de voetganger als vanuit een overzicht kan begrijpen hoe het plan in elkaar zit. Wat zijn over het algemeen de reacties? Volgens mij vinden heel veel mensen dit een hele leuke aanwinst voor Rotterdam straks. Dat is natuurlijk heel belangrijk om te horen als ontwerper. Daarnaast zijn ze blij dat er een heel grote variatie is in het woningaanbod. Als ontwerper zit je altijd in je kantoor te werken. En het is heel leuk om af en toe met mensen te praten voor wie het uiteindelijk allemaal doet. Wat gaat er nu gebeuren na de woonbeurs? We willen in oktober in verkoop gaan. Zoals het er nu voor staat gaan we in januari starten met bouwen, januari, februari. En gaan de eerste koopwoningen worden na oktober 2020 opgeleverd. Hier krijg je echt heel veel energie van. Ik vind het super mooi. Dus we gaan jullie zeker terugzien? Absoluut. Okay. Ja.